Mijn man was een hele lieve, zachtaardige man die altijd conflicten ook uit de weg ging. Hij liep altijd iedereen te waarschuwen van kijk uit en doe voorzichtig. Dan is het natuurlijk des te wranger dat hem juist dit ongeluk overkomen is. Kees werkte in de Rotterdamse haven als controleur bij een overslagbedrijf met grote rollen papier. Samen met een aantal collega's is hij bezig met de lading van een container als het 3 jaar geleden misgaat. Mijn man die stond achter andere rollen papier te controleren en te checken op schade. En de heftruckchauffeur is aankomen rijden met 4 rollen en de bovenste 2 die zijn gevallen. Een rol van 600 kilo komt op Kees terecht en hij is op slag dood. Toen ging de bel en door het raam heen zag ik dat er politie voor de deur stond. Toen wist ik meteen dat ze met heel slecht nieuws kwamen. Je zakt bijna in elkaar. Je kan het ook niet geloven. Je loopt alleen maar te roepen van nou, dat kan niet, dat kan niet. Ieder jaar komen er tussen de 50 en 80 mensen om het leven door een bedrijfsongeval. Toch kunnen nabestaanden nergens terecht voor hulp na zo'n traumatische gebeurtenis. Wij hebben in Nederland weinig aandacht voor dat soort problemen. De overheid doet daar niet zo heel veel aan. Je maakt wel statistieken, maar de mensen erachter komen eigenlijk niet in beeld. Mensen voelen zich vaak schuldig om hun verhaal te vertellen. Omdat ze denken dat ze zelf schuldig zijn. Maar er moet toch wat meer gebeuren voor deze mensen. Omdat ze zo toch vaak in een verdomhoekje zitten. Juist daarom vertelt Laura haar verhaal 3 jaar na de dood van Kees in een boek. En ook heeft ze een stichting opgericht. Wat willen jullie met deze stichting? Dat mensen die iets dergelijks overkomen aan kunnen kloppen bij de stichting. En dat wij ze verder op weg kunnen helpen en kunnen adviseren waar ze terecht moeten. Eventueel ook gewoon als praatgroep steun te bieden aan de mensen. Je moet toch doorgaan. En Kees had niet anders gewild.